Vroeger had je William Shakespeare. Met liefdesbrieven. En nu heb je William Spy. Sinds vorige week op Instagram. Kan je er iets over vertellen? Nou, William Shakespeare, daar kom ik niet aan als je het goed vindt. Nee, maar het zijn wel gedichten over actualiteiten en over... Zeker. Ja, je hebt het over Pim, heb je het. Zeker. Ja, ik ben Pim begonnen. En een opwelling eigenlijk. Ik ben de laatste half jaar een beetje in poëzie gedoken. En ik realiseerde me eigenlijk dat we in een beetje een tijd leven dat alles heel vluchtig is. Dus ook zoals dit is gewoon van die korte itempjes waar je snel naar kan kijken. En veel mensen doen dat nu tegenwoordig. Ja. Maar heel veel mensen nemen niet meer de tijd om een boek en echt poëzie te lezen. En ik vind poëzie iets wat heel erg verbindt. En ik vind poëzie ook iets waar je je hersenen een beetje laat werken op een positieve manier. En dat je iets met je kan doen of dat je om kan lachen of dat je dan iets met je op een andere manier raakt. En toen dacht ik, als ik nou in korte vorm, dus in memo noem ik het dan, in korte vorm kleine gedichtjes, en die kan ik dan op Instagram plaatsen. Want iedereen zoals Roemak en... Ja. Weet je wel, dit lees je heel snel en dan moet denk je... grappig of je denkt, weet ik veel wat je erover denkt. Ja. En dat vind ik wel, je bent in ieder geval bezig met jezelf om ergens over na te denken. En ik probeer dan wel een beetje, zeg maar, de actualiteit te pakken. Dus Roemak is een beetje, die heeft ook wel hele grappige dingen, maar soms ook een beetje, ja... Dus wel heftige dingen soms ook. Ja, hè? Ook wel, ja. Die niet altijd helemaal kan delen met iedereen. Nee, precies. Maar ik probeer dan een beetje dus van nu. Dus ik had vandaag bijvoorbeeld, dus Hanneke Groenteman is gisteren gestopt. Nou, ik weet niet of je dat gezien hebt. Maar ik heb het prachtig, fragment gedeeld prachtig, zelfs, want het was vond zo ik gaaf. Het. En, dat, en, nu, ik moest gewoon, en dan denk ik gewoon aan haar leegte nu. Ja. Dat vind ik dan heel ontroerend. Dat kan ik dan heel erg, vind ik dan heel mooi. Ja, toch? En is het een one-taker? Dus je krijgt, het komt in je op en denk je, nou, dit noteer ik en dit wordt hem. Ja. Of s'avonds voordat je gaat slapen denk je, oké, ik schrijf hem op en morgenochtend kijk ik wat ik ervan vind. Ik ben wel vrij impulsief. Maar ik ben wel impulsief in op het moment als het gevoel van, nou, dit werkt, dit vind ik goed, dan doe ik het, post ik het ook, zeg ja. maar. Dus het is soms post ik er, ik geloof nu ongeveer 2 per dag ongeveer. Maar het kan zijn dat ik dat om het uur toevallig is. Of, maar ik probeer het wel een beetje te verdelen natuurlijk. En waarom Pim? Pim staat voor Poëzie in Memo. Dat is de afkorting. En Pim vind ik gewoon een hele leuke naam. Pim, gewoon Pim. Als net als Loesje. Of, en ik had zoiets van, volgens mij, dat klinkt wel lekker. Heb jij een Pimmetje, weet je wel? Ja. Maar, en Pimmetje moet er bijna, het zou heel erg leuk zijn als het misschien een soort begrip wordt in de zin van schrijf een leuk Pimmetje of zo, ja. weet je wel. Dat vond ik er leuk aan, maar dat gaat niet gebeuren. Ik vind het vooral leuk om te doen, dat vind ik eigenlijk belangrijker. Dan dat het een, als mensen het lezen en er even om moeten lachen of iets bij voelen, vind ik het leukst. En zijn er, kunnen we jouw privéleven erin aflezen of is het echt puur op actualiteiten of... Nou, ik schrijf het, dus het is sowieso van mij. Maar ja, val van je scooter, dan denk ik gelijk, oh, hij is van zijn scooter. Nee. Ja, iemand zei het ook al tegen mij, ben je gevallen? Maar nee, ik heb wel een scooter, maar nee, in dit geval was ik niet gevallen. Nee, het is dus soms niet zo. Nee, nee. Verlangen, auw. En waar kunnen de mensen... Misschien wel. Verlangen, auw. Waar kunnen mensen jou volgen? Want we moeten volgers, we moeten hashtags, we moeten... Ja, nou ja, het is volg Pim op Instagram en volg Pim op Facebook. Dus je kunt Pim gewoon volgen. Ik ben het niet, het is Pim. Komen er t-shirts, denk je? Wie weet. Hm? Ik zat te denken, als het nou helemaal per ongeluk uit de hand loopt, dat je dan ooit ineens zo'n kalender krijgt rond kerst, weet je wel. Zo'n die je dan in je toilet wil... Volg Pim. Ja, gewoon Pim. Ja. Vind jij ze leuk? Ja, ik volg het. Oké. Nou, als zij het al volgt, dan... Allemaal.